Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een shopblog van Horse Event. Ik heb op zich niet super veel gekocht, maar ik heb toch wel aardig veel dingen gekocht. Het is toch leuk om even te laten zien wat ik gekocht heb. Ik dacht ik ga een hele uitgebreide shopblog van Horse Event maken. Want dit was het eerste evenement waar ik als paardeneigenaar, pony-eigenaar naartoe ging. Dus ik dacht nu kan ik super veel kopen. Maar ja, ik heb bijna alles al gezien net. En er waren niet echt dingen die dan weer zo leuk waren dat ik een extra moest kopen, zo voor een extra halster. Ik heb twee halsters voor hem, 3, 4, 5. Ik heb 5 halsters voor hem. Ik gebruik eigenlijk maar 2. Dus ja, uiteindelijk viel het best wel mee wat ik gekocht heb voor hem. Verder heb ik bij Horse Event ook wel geprobeerd om een beetje naar de educatieve elementen te gaan, de educatieve shows. Ik heb een aantal lezingen in het kennishuis bijgewoond. Gewoon om ook beter dingen te leren waar ik zelf ook mee kan helpen. Dus dat gaan jullie in de video van Horse Event zien. Misschien dat deze al, ik weet niet welke, ik denk die eerder online komt trouwens. Dus ja, laten we maar gewoon beginnen. Ik heb hier een tas en ik heb hier een tas waar allemaal alles uitvalt. Ten eerste ben ik bij de stand van Vitalbix geweest. Zenit krijgt nu ook Vitalbix. Dus ja, nu krijgt hij Vitalbix Daily Complete en hij krijgt, ik heb van die snoepjes van Vitalbix. Dus ik dacht, ja, daar wil ik nu wel wat meer van hebben, want daar doet het eigenlijk best wel goed op. Om te beginnen heb ik een bak Nutrimash gekocht, het slobber. Het is graanvrij, vezelrijk slobber met prebiotische vezels. Dus die gaan we uitproberen en zo'n bak was 3,50 op Horse Event. Dan heb ik een maatbekertje, want ik kon gewoon nergens zo'n klein maatbekertje vinden. Dus ik had gewoon alleen maar een grote schep van Pavo, maar die vond ik eigenlijk heel onhandig. Want Zenit, die krijgt niet zo heel veel, omdat die eigenlijk al heel veel uit zijn, ze hebben gewoon heel goed hooi, ze krijgt eigenlijk al heel veel uit zijn hooi. Ze krijgt alleen nog Vitalbix voor, om ze hun, ze krijgt alleen een Vitalbix ter aanvulling van mineralen en vitamines. Maar daar hoeft hij niet zo heel veel van te hebben. Dus ik vond het handig om zo'n klein schepje te hebben en deze heb ik er overigens gewoon gratis bij gekregen. Dan heb ik deze, dit zijn Tiny Horse Treats. Deze. Ik heb voor Zenit heb ik nu de Healthy Horse Treats volgens mij. Dat zijn gewoon, eigenlijk gewoon van die paardensnoepjes zoals je die ook van Subli koopt, zeg maar. Maar dan kleiner. Deze zijn dus nog kleiner. Ik vond het handig om ze gewoon allebei te hebben. En dus kreeg ik ook een huttasje bij, maar die ligt al op stal. Want die heb ik vandaag gebruikt, dus die heb ik hier nu niet liggen. Daar zou ik je telefoon in moeten passen, maar mijn telefoon past er niet in. Dus dat is een beetje onhandig. Ja, past al in het tasje, maar er zat ook een voorvakje in voor je telefoon. Daar past mijn telefoon niet in, maar die gebruik ik allemaal voor mijn sleutels. Het volgende ben ik bij Kiwi & Co geweest. Heb ik weer een bak paardensnoepjes gekocht. Mijn bak van vorig jaar die is nog helemaal niet op. Die ben ik nu aan het opmaken. Maar ik zag namelijk het volgende. Ik zag zo'n bal waar je snoepjes in moet doen. Ik dacht als ik hier die van Vitalbix in ga doen, dan vallen die er gewoon allemaal zo uit. En het gat is veel te groot. Ik dacht, ik moet wat grotere snoepjes hebben, dus dit soort snoepjes. En deze bal komt ook van dezelfde stand als die snoepjes. Dus daarom heb ik eigenlijk vooral nog wat van die snoepjes, nog zo'n bak van die snoepjes genomen om hiermee te gaan gebruiken. Want ik merkte, even een tijd geleden of zo, hadden we zo'n paas ei van een Jolly Egg, heet dat volgens mij, hadden we in de bak liggen. Die vonden ze net op zich wel leuk. En op zich is hij ook best wel nieuwsgierig en zo, dus ik dacht, ik ga gewoon eens kijken wat hij met zo'n bal doet, of hij dat snapt. Ik weet niet waar ik het ga proberen, want als ik het in de bak ga doen, dan ligt natuurlijk, liggen al de snoepjes in het zand, dus dan krijgt hij veel te veel zand binnen, dus dat is niet echt ideaal. Daar ga ik nog over nadenken. Ja, trouwens, die zakjes met Tiny Horse Treats was 10 euro, de bal was 15 euro en deze snoepjes waren 10 euro. Ik kon nog een grotere emmer, ik heb het tussenmaat. Dan in dezelfde lijn heb ik een Jelly Bar gekocht. Die wou ik eigenlijk al wel een tijdje, omdat Zenit ook met haar ei bezig was. Ik ben benieuwd of hij dit leuk vindt. Want ik merk bijvoorbeeld nu, hij is nu op zich wel heel goed, alleen hij is nog wel aan het opbouwen. En nu nog vooral aan de hand, maar ik merk wel dat hij het gewoon echt, hij wil wel echt iets doen. Dus ik dacht misschien dat ik nu ook, als ik hem ook gewoon in de bak hier mee kan zetten, dan kan hij wel gewoon zelf bepalen wat hij wel en niet kan. Maar dan heeft hij hopelijk wel iets te doen. En deze was 25 euro en normaal gesproken als je die online bestelt of zo, dan zijn ze makkelijk 40 euro. Dus daarom heb ik hem nu besteld en nu meegenomen. Dan ben ik heb echt heel veel voer gekocht eigenlijk, want ja, voer dat maak je toch wel op en verder heb ik niet heel veel nodig zoals ik al zei. Dan ben ik namelijk bij de Pavo stand geweest. En bij Pavo hadden ze allemaal samplezakjes liggen en die kon je dan 50 cent per zakje kon je die meenemen.
Dus daar heb ik een aantal van meegenomen. Ik heb Pavo Nature's Best. Ik heb wel een beetje gekeken wat het beste aansluit bij wat ze net nodig heeft. Ik heb allemaal geen sportbroeken en zo, want dat heeft hij helemaal niet nodig. Dus Nature's Best. Dan heb ik Pavo Vital. Heb ik wat broekjes meegenomen. Slobbermesh. En Care for Life. Dus ik ga eens kijken hoe die dat vindt. Ja, op zich denk ik, met zulke zakjes kun je vooral proeven of je het lekker vindt of niet. Want je kunt dit natuurlijk niet lang genoeg voeren om te beoordelen hoe die het er echt op doet. En ik weet met Vital Big, dat heeft ook even geduurd voordat hij dat lekker vond. Dus daar liet hij de eerste week liet het ook steeds staan, de eerste 2 weken. En nu eet hij het wel, ja, nu heb ik dan weer een fles met levertraanolie in mijn voertuig laten lekken. Dus nu eet hij het dan ook weer niet super goed, omdat het allemaal naar levertraanolie smaakt. Dat vindt hij niet lekker. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dan heb ik nog een boek gekocht. Je hebt ervoor gezien dat ik altijd een boekenstand. En dat is Biomechanica van het paard door Lisanne Thomas. Lisanne gaf gisteren ook een clinic op horse event met haar pony over voorwaarts neerwaarts rijden. En ja, dus inderdaad dat je paard meer gaat dragen in plaats van stuwen. Nou, ik heb een drager, dus hij is getraind om te stuwen. Dus dat is eigenlijk gewoon heel erg waar ik met z'n het aan moet werken. En ja, als ik heel eerlijk ben, dan weet ik gewoon, ben ik nog allemaal niet zo super goed. Zeg maar, ik weet wel iets over gedragen lopen en dat de rug bol moet worden en voorwaarts neerwaarts. Maar ik merk gewoon wel dat ik daar een stukje basisinformatie mis. En ja, ik vond haar kliniek vond ik heel interessant. En toen zei ze dus van ja, als je hier meer over weet, dan heb ik een boek. Dus dan ben ik eigenlijk meteen naar de stand gegaan om dit boek te kopen. En deze was €22,95. Nou, we willen allemaal dat ons paard baat heeft bij de training en dat deze zijn gezondheid en levensstijl ten goede komt. Het lastige is echt om uit te vinden waar je als ruitertrainer goed aan doet. Daarnaast is biomechanica niet alleen voor sportpaarden, maar voor elk paard, jong of oud. In dit boek leer je door middel van duidelijke beelden en heldere uitleg functioneel bewegingsbeeld herkennen. Het is bedoeld om elke paardenliefhebber, recreatief of professioneel, een handvat te bieden om van zijn paard een happy athlete te maken. Niet alleen leer je gezond lichaamsgebruik te herkennen, maar je leert ook begrijpen waarom bepaalde houdingen en bewegingen een positief of schadelijk effect op je paard hebben. Een goed bewegend paard zit lekker in zijn vel en voelt zich beter, fysiek en mentaal. Wij als ruiters en trainers kunnen onze paarden enorm helpen in de ontwikkeling, zolang we ons bewust zijn van het effect van houding en beweging op het welzijn van ons paard. Dus ja, die ga ik lezen, ga ik me even verdiepen. Ik had me eigenlijk voorgenomen om bij de stand van Applejack het Escadron, de Escadron Big Square, die ik al heel tijd wilde. Het is uit de nieuwe collectie, de blauwe variant. Ik weet niet precies hoe die heet. Een beetje petrolblauwachtige kleur. Had ik me eigenlijk voorgenomen om die te kopen. Maar toen ik eindelijk besloot, dacht ik wil niet meer hele middag mee rondzeulen. Ik had een kluisje, maar dat paste er niet in. Daar heb ik trouwens wel echt, deze paste er precies in. Want ik ook wel van onder de indruk, want ik had een beetje op de gok gekocht. Ik kan niet eerst gaan opmeten of hier een kluisje past of niet. Maar het past er. Als ik hem zo deed, was hij te breed. Maar als ik hem dan zo deed, past hij erin. Maar goed, ik wou dus eigenlijk die kopen. Maar tegen de tijd dat ik eigenlijk dacht, oké, nu ga ik hem kopen. Toen hadden ze hem alleen nog maar een pony. En dat vind ik toch een beetje te klein voor hem. Dus die heb ik uiteindelijk niet gekocht. En dan hoef ik natuurlijk niet per se nog een dekje te kopen. Een ander dekje te kopen. Maar dat kan ik wel doen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb namelijk deze BR Majeur. En die heeft dus hieronder bont. Ik ben eigenlijk zelf nooit zo fan geweest van bont. En dit is volgens mij ook geen. Het is gewoon net bont. En ik weet dat als je bont hebt, dat je eigenlijk beter echt bont kan hebben. Maar ik heb dus inderdaad deze gekocht. Omdat toen de zadelmaker bij ons was, toen gaf zij ook aan. Want ik heb wat geleerd van. Onder een goed zadel moet je geen bontje leggen. En zij gaf aan van ja. En zeker als je lange ritten gaat maken, is het toch wel fijn om gewoon de demping op te vangen. Op de rug van het paard. Om dan toch wel met bontje te rijden. En dan heb ik ze ook wel een zadelmaker die zadels ook op brede aanmeet. Zodat het ook past. Maar toen zag ik deze dus. En deze heeft dus onder het zadel ook bont. En ik dacht dat is ook wel fijn om. Ja, lekker schokabsorberend. En Zenit heeft gewoon best wel een gevoelige huid. En hij is gewoon best wel gevoelig. En ik heb ook nog niet de beste balans, daar ben ik ook nog mee bezig. Dus ik dacht, het is wel fijn als hij dit heeft. En ik heb dus de donkerblauwe variant genomen, want je had ook rood. Maar daar vond ik een beetje. Dat vond ik een beetje zo'n kleur. Ik dacht, we gaan misschien een beetje truttig op hem staan. En crème, maar die vond ik op zich wel mooi, maar. Ik vind een beetje een saai kleurdekje. Dus uiteindelijk heb ik dus deze gekozen. En die was €60. En dat was al het laatste wat ik gekocht heb. Er was ook nog een Wintec stand. En ik wilde eigenlijk nog. Het zadel wat ik voor de Zenit hopelijk wil gaan kopen, wilde ik eigenlijk daar nu even proberen gewoon om mezelf op te zitten.
Maar ik zou eigenlijk nooit echt mensen... Want volgens mij mocht je... Dan zal daar gewoon die zadelbokken, stevige zadelbokken staan waar je in principe op kan zitten. Alleen ik zag nooit andere mensen op de zadel zitten. Dus toen dacht ik, ja, ik weet niet of het nou wel of niet kon. Dus ik heb het eigenlijk niet gedaan. Dan gaan we dan maar gewoon proberen als de zadelmaker toch komt. Dus ja, dat was dat wat ik gekocht heb op Horse Event. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je zelf ook een Horse Event bent geweest, laat het even weten in de comments. Misschien heb jij ook nog leuke aankopen gedaan. En dan zie ik je graag volgende keer weer. Doei!